Zo, hier voor ons de TomTom Go Camper Max. Ja, wat gelijk opvalt is het mooie grote 7-inch scherm. We gaan er eens wat meer van laten zien wat je allemaal kan met dit mooie toestel. Laten we eerst eens even de taal kiezen. Nou, valt genoeg te kiezen. Ik kies toch gewoon Nederlands. Dus hier overigens dat hij op de achtergrond al satelliet heeft gevonden. We zitten hier in Moordrecht, zoals je kunt zien op de kaart. We zitten hier in Nederland. Ik kan gelijk beginnen met het instellen van je voertuig. Ik denk dat de auto met caravan, dat is de interessantste doelgroep voor dit toestel. Camper, zal ik zo uitleggen wat je daar mist. Wat we hier kunnen doen, auto met caravan, is nou, je afmeting opgeven. Totaal lengte, breedte, hoogte, gewicht van de assen. Op basis van dat profiel kan die rekening houden hiermee met je routeberekening. Ook nog kun je opgeven of het een benzinemotor is, elektrisch of hybride. Kan er rekening mee houden bij het aanbieden van tankstops en informatie over tussenstops. Type benzine kan je nog opgeven. Rij je een oldtimer of iets, ja, dan kan hij ook nog. Hij weet bij de benzinestations wat er te krijgen is, dus kan hij er ook nog rekening mee houden. Camper kan je ook instellen. Iets waar je alleen als camperaar rekening mee moet houden, is dat in het apparaat niet alle camperplaatsen terug te vinden zijn als nuttige puntenbestand. Je kan wel campings vinden, maar dus niet de campercontactplaatsen door makkelijk te zoeken in de omgeving. Ik zal straks nog even wat van laten zien. Rij je graag gewoon zelf. Je zoekt je camperplekken op in je app of op een boekje waar je het adres van invoert, dan gaat dat natuurlijk prima. En je kan het natuurlijk ook in de auto gebruiken als normaal systeem. Zeker handig als je met de caravan op pad bent en de caravan staat op de camping en je gaat met de auto op pad. Natuurlijk moeten we even akkoord gaan met de voorwaarden. Daarnaast vraagt hij of hij je locatiegegevens mag gebruiken om de TomTom services te verbeteren. Dus ja, op die manier wordt TomTom gevoed van verkeersinformatie door jouw informatie, jouw locatie te gebruiken. Hij wil suggesties geven voor bestemmingen als je aan het rijden bent. En ze zorgen dat je gegevens anoniem gebruikt worden en je identiteit niet openbaar wordt gemaakt. Dat soort dingen kan je natuurlijk ook niet akkoord gaan, dan kan je het apparaat wel gewoon gebruiken. Maar je draagt niet bij aan het beter worden van de data. Belangrijker is, als je verkeersinformatie wilt ontvangen, is om je telefoon te verbinden. Je verkeersinformatie komt dus binnen via de internetverbinding van je telefoon. Op het moment dat je telefoon... klaar is om te koppelen, in mijn geval de OnePlus Nord 2T, maakt die verbinding. Op je telefoon zal die ook melden, hey, de TomTom Go Camper Max wil verbinden, kloppen die codes. We kiezen voor koppelen. En wat dan belangrijk is, om bij de Bluetooth instelling op je telefoon van het apparaat de internettoegang ook te delen via Bluetooth. Want hij heeft de internetverbinding nodig om die verkeersinformatie te ontvangen, gegevens te synchroniseren. Daarnaast kan je ook via wifi gegevens ontvangen en kaartupdates doen. De TomTom Go Camper Max kan zowel 2.4 als 5.0 gigahertz internetverbindingen gebruiken, waardoor je eigenlijk altijd de snelste verbinding kiest. En kaartupdates lekker snel binnenkomen. Kaartupdates kunnen komen zelfs wekelijks uit voor dit toestel, dus je blijft altijd actueel. Daarnaast is het handig om je aan te melden bij je TomTom account. Heb je nog geen account, kan je die aanmaken. Heb je die al een keer aangemaakt, kun je gewoon inloggen met de bestaande gegevens. Door je aan te melden bij je TomTom account kun je van tevoren routes maken in de MyDrive omgeving en die synchroniseren naar je apparaat. Je hebt ook een app op je telefoon om dat vast te kunnen doen. Dus handig om dat gelijk te doen. Nou, welkom bij je TomTom Go Camper Max. Nou, eens even kijken wat hij allemaal te melden heeft. Open het menu en tik op zoek om je eerste route te plannen. Ga voor hulp naar tomtom.com/go-campermax. Dat heeft niet zoveel zin. Tenminste, de laatste keer dat ik erop heb gekeken, kreeg ik een RA404 pagina niet gevonden. Maar daarom dit filmpje, om je te vertellen wat er allemaal nieuw is. En je te helpen. Zoals ik net aangaf, wekelijks updates voor je kaart. Maximum snelheden, wegversperringen. Je kan kaartgebieden zelf toevoegen. Een dekking aanpassen, dus je hebt eventueel werelddekking tot je beschikking.
Europa zit al standaard geladen. Ook nieuw, bij het plannen van de route krijg je gelijk twee of drie alternatieven waarbij je kunt zien wat het effect is van een andere route. Hoeveel extra tijd, hoeveel extra kilometers. Zullen we ze ook even demonstreren. Rijstrook aanduiding natuurlijk tijdens het navigeren. Brandstofprijzen kan die weten, moet hij dus wel verbinding hebben met je telefoon omdat hij dat via internet binnenhoudt. Zo kan hij ook weersinformatie ontvangen. Deze informatie is het eerste jaar gratis, daarna moet je daarvoor gaan betalen. Ook leuk voor op vakantie is de schilderachtige route. Dus je kan natuurlijk zo efficiënt mogelijk van A naar B, maar de TomTom heeft ook de mogelijkheid om je op een leuke manier van A naar B te brengen. Ben je wel wat langer onderweg, maar je ziet wel meer van de omgeving. Nou, vernieuwde interface zien we hier natuurlijk altijd een en ander van. Nou, wat je gelijk ziet is het mooie, heldere scherm met een hoge resolutie. Dus het beeld is ja, mooi scherp. Nou, we gaan eens even kijken. Met dit knopje komen we in het menu. We gaan eens even bij de instellingen aan de slag. Nou, hier zie je onder andere de kaarten die er allemaal in zitten. Hij geeft aan dat er updates beschikbaar zijn. Nou, volledige kaartupdates kunnen lang duren. Wat je dan eventueel kunt doen, zeg nou, het gaat mij nu niet zozeer om Albanië of België. Ik wil in ieder geval even de nieuwste kaart van Nederland downloaden. Dan kun je ook alleen die kaart gaan bijwerken. Dat gaan we straks even laten zien. Heb je de tijd, kan je natuurlijk alles in één keer gaan bijwerken. Via voeg toe kan je nog, zoals je ziet, even toestel werelddekking, kan je dus van andere werelddelen ook kaarten gaan toevoegen. Allemaal via diezelfde wifi-verbinding, dus een computer komt er niet meer aan te pas. Dag- en nachtkleuren, dus 's nachts dan gaat hij in een andere kleursetting, waardoor die prettiger leesbaar is en minder opvallend is. Menuindeling, dat is wel op zich wel leuk. Ik vind de rasterindeling prima. Het scherm is er groot genoeg voor wat het verschil is wanneer je die uitzet. Dus even teruggaan naar het menu. Dan krijg je eigenlijk de lintweergave, dus alles achter elkaar. Dat is bij de wat kleinere schermen de enige optie. Maar ja, zoals ik al aangaf, je hebt hier een mooi groot scherm. Dus alle ruimte om alles gewoon tegelijk op te kunnen zetten. Wat je op de kaart kunt tonen. Ja. Zoals je ziet kun je daaruit verschillende dingen kiezen. Wat nog wel interessant is, de nuttige plaatsen. Welke symbooltjes je wel of niet op de kaart te zien krijgt. Nou ja, dat kan je dus naar wens gaan aanpassen. Parkeerplaatsen, als je die interessant vindt, benzinestations. Wil je graag weten waar hotels zijn, geldautomaten. Nou ja, je krijgt hier de hele lijst. Ja, voordeel dat je dat aan kan geven, dat ja, er zijn ook apparaten waar het gewoon allemaal aan staat. En dan wordt het vaak heel druk als je in de stad rijdt. Dat heeft TomTom dus al beperkt door er maar twee aan te zetten. Maar die kan je dus wisselen. Ook de andere informatie die je te zien krijgt, kan je aan of uitzetten. Tijdens het rijden gaan we straks laten zien, kan die aangeven hoe ver het nog is tot de bestemming. Of je kan zien hoe lang het nog rijden is, of allebei. En mag je tussenstops hebben, kan je daar ook nog een keuze in maken. Zijbalk vind ik altijd wel nuttig. Je kan hem nog extra groot maken. Nou, op die zijbalk zie je onder andere wat er aan zit te komen tijdens je route, wanneer je het ongeveer kunt verwachten. Nou, de zoom in bij instructies, op basis van wegtypen. Kaartoriëntatie, 3D kiezen veel mensen voor, maar zoals je ziet kun je ook kiezen voor 2D of 2D en noorderboven. Helderheid, onderscheid tussen dag en nacht. Nou, zeker bij zonnig weer is het maximale helderheid het beste eigenlijk om tegen de zon in te gaan. Maar het scherm blijft gewoon goed zichtbaar. De routeplanning. Kun je dus het routetype kiezen. Snelste, korter, nog korter. Efficiënt, geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik. Ja. Eigenlijk veel dingen die wel standaard zijn natuurlijk in navigatiesystemen. Nou, door beide te vermijden opties, als je zegt ik wil geen veerboten, geen tolwegen, kan je er ook allemaal voor kiezen. Hoe te herberekenen, dat heeft te maken met verkeersinformatie. Als die onderweg, dat er wat gebeurt onderweg of voor je, dat er files ontstaan die ontvangt via de internetverbinding, kan je kiezen voor een handmatige wijziging. Dus zij vraagt hem. Maar als je hem op het water hebt staan, dan meldt hij van, hey, er is wat onderweg gebeurd, wat wil je dat ik doe? Moet ik een alternatief gaan bedenken, ja of nee? Staat hij automatisch, doet hij dat eigenlijk altijd.
Zet je hem op geen, dan gaat hij de route niet aanpassen, tenzij er een weg is afgesloten. Afsluiten is natuurlijk wat anders dan file. Dus is er een weg echt waar je niet doorheen kan, dan gaat hij toch een alternatief aanbieden. Nou, de MyDrive koppeling is met inderdaad de omgeving op de computer. Voertuig is die instellingen voor het type. Kan je dat daar nog weer aanpassen? Updates, nieuwe items. Dus los van de kaartupdates krijgt mijn apparaat ook systeemupdates. Nou, die controleert hij ook. Hij is helemaal bijgewerkt, dus daar hoeven we niks meer aan te doen. We gaan eens even een bestemming ingeven. Waarbij je hier ook al kan zoeken op nuttige punten. Door daar op dat symbooltje te klikken kan je nog veel meer vinden. Stel dat we eens even naar onze hoofdvestiging willen rijden. Kijk wat hier nog de opties zijn. Nou, rijden maar. Nu gaat hij gewoon de meest efficiënte route rijden, bedenken. Dat is 163 kilometer. Vervolgens komen daar de alternatieven ook nog bij te staan. Die is 18 minuten langer. Er is nog een alternatief. Die is 5 minuten langer, maar wel 187 kilometer. Dus ja, de voorkeur gaat ook gewoon uit naar de eerste. En we zullen eens... Hier zien we de zijbalk met de verwachte aankomsttijd en de afstand tot de bestemming. Hier zie je een symbooltje van, in dit geval was er wat aan de hand onderweg. Je komt op je bestemming aan om 18. Daar staat een defect voertuig, maar geen vertraging voorspeld. Nou, die informatie krijgt u ook allemaal. Hier krijg je eigenlijk een soort routeopties. Nou, je kan stapsgewijs instructies opvragen. Je krijgt een soort routerol idee. Je kan dingen vermijden op dat moment. Het routetype kan je aanpassen, dat gaan we straks nog even laten zien. Vermijd een deel van de route kan handig zijn. Stel dat je ergens rijdt en staat een bord de komende 2 kilometer de weg is afgesloten. Ja, in plaats van dat hij steeds blijft terugsturen, klik je voor die optie. Maar ik zet hem nu even op toon route voorbeeld. Dan krijg je gewoon even de navigatie weergave te zien. Boven in beeld hier links, ja, altijd lekker duidelijk wat er gaat gebeuren. En over hoeveel meter? Rechts afslaan, Koningin Juliana straat. Waarbij in dit geval ook de straatnaam worden uitgesproken. Links afslaan, Kerklaan. Nou, we laten hem even zo verder navigeren. Een andere leuke functie die hij heeft is de schilderachtige routes. Bij de motortoestellen heet het kronkelroutes. Bij de kamertoestellen noemen ze het schilderachtig. Schilderachtige routes, dat wat je al misschien wel verwacht. Het vinden van de schilderachtige route duurt mogelijk even afhankelijk van de lengte en bocht. Hij moet natuurlijk veel meer rekenwerk verrichten. In dit geval, tik om tussenstops toe te voeren, gaat hij een rondrit maken. Dus als ik nou op de kaart een paar punten aantik, zal ik zeggen ik wil daar langs en ik wil daar langs. Rechtsafslaan. Dan gaat hij een rondje bedenken. Je kan ook in plaats van punten op de kaart te kiezen, kan je ook gewoon een bestemming opgeven. Door eerst op dat menuknopje te drukken. En vervolgens kiezen we een adres. Dit rekenen duurt iets langer dan bij wanneer je over de snelweg gaat. En we gaan het resultaat zo bekijken. Ja, we zien hier een heel ander resultaat dan we daarnet zagen met die route via de snelweg. Ja, zoals je ziet, op je bestemming aan om 20:59. Zijn we een stuk later op de bestemming, maar hij kringelt helemaal binnendoor. Dus als je ook gewoon lekker wilt toeren, in plaats van altijd maar de efficiënte route, kies je de schilderachtige optie. Heb je hier nog een aantal parameters, meer of minder heuvels en ook meer of minder bochten. Waar hij dan zijn route op gaat aanpassen. Ja, zoals ik al eerder aangaf, is denk ik het gebruik met name bij de kampeerders die naar campings willen het interessantste van dit toestel. Want wat je misschien zou verwachten bij een campertoestel is dat je ook een camperplaats kunt zoeken. Alleen heeft TomTom de keuze gemaakt om alleen maar
nuttige punten toe te voegen van campings. Ze hebben hier wel campercamping staan. Maar dan krijg ik niet camperplaatsen die hier echt in de buurt op veel plekken te vinden zijn, niet getoond. Dan heb je de ADA campings, de ANWB campercampings, de ACSI campings. Maar allemaal volledige campings met alle voorzieningen. En camperplaatsen vind je dus niet zomaar terug in het toestel. Ik denk toch wel een minpuntje van dit apparaat. Want ja, juist met de camper wil je niet altijd naar de campings. Je wil gewoon de leuke plekjes onderweg zien die niet te druk zijn. En wat is dan makkelijker als je aan het rijden bent en je denkt, hey, de tijd voor de overnachting, wat is hier in de buurt? Dan wil je het eigenlijk gewoon op het apparaat kunnen ingeven. Is helaas niet mogelijk. Wat daarbij ook niet mogelijk is, om zelf nuttige punten toe te voegen. Bij oudere TomToms was het wel mogelijk. Kon je bij Camper Contact op de website het POI-bestand downloaden en gewoon in je TomTom uploaden. Maar ook die mogelijkheid is op dit moment van het maken van het filmpje nog niet beschikbaar voor dit toestel. Geef het adres op, weet je de locatie te vinden, coördinaat in te voeren, dan kom je er natuurlijk. Maar het zou eigenlijk net wat makkelijker kunnen, maar helaas niet aan de orde. Campings vind je dus op alle mogelijke manieren. En dan heeft hij ook gewoon een uitgebreide informatie bij die punt op het moment dat ik een camping aanklik. Kies voor meer informatie, kijk naar telefoonnummer te zien, omschrijving, website, e-mail, faciliteiten. Dus er zit echt wel uitgebreide informatie in. In dit geval deze is van de ANWB. Wat misschien een klein beetje onhandig is. Nou ja, de ADA campergids zit er ook in. Daarbij is die informatie dan in het Duits beschikbaar. Dit noemen ze dan een campercamping, maar het is natuurlijk gewoon een camping. Maar waar je als camper ook welkom bent. Dan zou je hier andere resultaten moeten krijgen. Zoals je ziet. Dus ja, dat op het gebied van navigeren naar voorgeladen POI's. Soms kan je nog geluk hebben. Als je zoekt, kan je natuurlijk ook op locaties zoeken. Maar als ik hier nou die toets camper plaatsen. Dan kom ik wel wat resultaten tegen, maar dan moeten ze die naam wel in de... Dan moeten ze wel die naam in het systeem staan. Want ik mis er nog steeds een heleboel als ik het... Bekijk op de Camper Contact website of bijvoorbeeld de andere apparaten waar dit soort dingen wel in zitten. En ik krijg niet die informatie, geen voorzieningen. Alleen het adres. En dit is dan een caravanterrein, ja. Maar dan ben je met een caravan weer niet welkom, dus ja. Nou, ik hoop dat we een beeld hebben kunnen geven van de nieuwe TomTom Camper Go Max. Lekker snel apparaat, morgen duidelijk groot scherm, goed duidelijk is de navigatieaanwijzingen. De schilderachtige routefunctie is natuurlijk erg leuk als je ook wat van de omgeving wilt zien op je bestemming. Minpuntjes denk ik toch wel het gemis aan echte camperplaatsen in het toestel en ook niet de mogelijkheid om die toe te voegen. Dan moet je voor jezelf de keuze maken of je dat wel of niet acceptabel vindt. Bedankt voor het kijken.